Kijk eens, goedemiddag en welkom bij Look TV Schiedam. Nou, als u geïnteresseerd bent in poezen en katten, dan zit u bij deze aflevering goed. Want we zijn naar de sporthal Margriet getrokken en daar wemelt het van de poezen en de katten. Naast me staat meneer Jansen en hij is voorzitter van de stichting Felicat. Meneer Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst maar even over de organisatie. Waar staat deze club voor? Voor een kattenvereniging en zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, voor een all breed. Met andere woorden, wij hebben in principe alle katten, van huiskatten tot raskatten in de vereniging. Ja. Een vereniging die van waar komt? Wij komen oorspronkelijk vanuit Rotterdam. Daar zijn we in ieder geval, gegrondvest heet dat bijna. We zijn opgericht op 28 januari 1934 en we zijn dus de oudste kattenvereniging in Nederland. Ja. Waarom willen mensen die zeg maar een kat als huisdier hebben toch lid worden van zo'n vereniging? Omdat ze toch op een gegeven ogenblik, of je nou een raskat hebt of een gewone kat, het maakt in wezen niet zoveel uit. In principe is iedere kat is gewoon een raskat. Onze huiskat is een Europees korthaar in de meeste gevallen. Alleen van dat soort van die katten wordt gewoon geen stamboom bijgehouden. Maar in principe willen mensen toch heel graag wat informatie over katten. En maakt dan niet uit of het nou expliciet een raskat is of niet. Nee. Wat is er vandaag precies op deze beurs allemaal te doen? Op dit moment, het is een tentoonstelling, en, dit is een keuring. De leden brengen hun kat uit en kunnen dan titels winnen. En het is dus een competitie tussen verschillende katten van hetzelfde ras. Is het nou zo dat de leden van de vereniging elkaar zo goed kennen dat ze precies weten met welke kat ze komen, wat daarvan de kwaliteiten zijn? Vaak bij de verschillende variëteiten komt dat voor, maar niet altijd, want er komen ook katten van het buitenland. Er zijn op dit moment, heb ik begrepen, vrij veel mensen uit Finland. Mm-hmm. Het is dus op zich is het een internationale tentoonstelling. Er zijn internationale titels te vergeven, dus er komen Denen, er zitten Duitsers en ook de keurmeesters komen uit allerlei landen. We hebben zelfs een Rus op dit moment in de smidden. Nou, even een stukje voorlichting voor de mensen die toch helemaal geen gevoel hebben en kijk hebben op katten. In wat voor categorie verdelen jullie de poezen en de katten? In de mannetjes en de vrouwtjes. En dan in bepaalde leeftijdsgroepen en in bepaalde kleurvariëteiten. En dat zijn er heel wat. Ja. Maar als je bijvoorbeeld praat in termen waarvan ik dan de pers kan opnoemen, een Persische kat, dat soort types? Persische kat heb je dus ook in verschillende kleurvariaties. Je hebt dus de zogenaamde basiskleuren. Dat is de zwarte kat, dat is de rode kat. En daar heb je dus weer een aantal variaties op, die dus op een gegeven moment bij een internationale organisatie waar we lid van zijn, erkend zijn. En dat is dus onder andere schildpad. En dat is dus een mengeling van een aantal kleuren. Ja. En zo hebben we er nog een aantal. Meneer Jansen, een goede kat, een prijswinnaar, waar herken je die aan? Waar herken je hem aan? Het is over het algemeen zo dat de keurmeesters die daar dus zitten, die bepalen aan de hand van de standaard wat de beste kat is die op dat moment voorgebracht wordt. Dus daar worden punten gegeven voor de bouw van de kat, de vacht van de kat, de kop en dat soort dingen, lengte van staart. Dat zijn internationale standaards, die gelden dus zowel in Duitsland, in andere landen ook. Ja. Afrondend, zijn wij in Nederland echte kattenliefhebbers? Wij zijn kattengekken. Ja? Ja. Waar herkent u dat aan? Kijk maar om je heen. Ja, ja, het is gewoon, wij zijn echt een kattenland. Okay. Gelukkig wel. Dank u wel. Oké, graag gedaan. Wat heeft u nu net beoordeeld aan deze kat? Een Siamese kastraat, dit nummer. Ja. En wat, waar kijkt u naar? Nou, ik kijk helemaal naar het type. Het moet een extreme kat zijn met een hele lange kop en grote oren, blauwe ogen. En twee hele mooie katten, maar ik vond die ene net iets mooier. Ja. U deed iets in de lucht met een gebaar. Is dat voor reflexen? Oh, even zo te kijken. Ja, dan ga ik
dan kunnen ze zich weer even zo herstellen, even een soort elegance in die lange nek krijgen en zich even oriënteren. Ja. Beetje een trick of the trade. Ja. Is het lastig dat beoordelen? Nee, als je helemaal hebt geleerd hoe het moet dan, en je hebt daar talent voor, dan lukt dat wel. Ja, heeft u eigen onderdeel, eigen specialiteit? Ja, alle rassen in dit geval. Okay, er komt er weer een aan. Ik kijk even met u mee. Moet u even zeggen wat u ervan vindt? Ze stelt zich niet zo goed voor, want ze heeft het een beetje koud. Ze heeft het gehad, denk ik. Maar het is wel een hele mooie kat. Een schildpadkleurige kat, rood en zwart. Kijk. Wat is dat voor kat? Een oosters kort haar. Ik leg er even terug. Oosters kort haar kat, mooi getypeerd. Mag wat minder vacht hebben. Ja. Maar een heel goed karakter, want ze stelt zich heel erg goed voor. Ja. Zo, kijk eens, naast mij staat Talita. Die komt zomaar naar de kattenbeurs met haar kat. En die valt in de prijzen. Talita, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We zullen een beetje draaien. Het is lastig. Hij is het een kat of een poes? Het is een poesje. Ja. Wat moet je iets over vertellen? Wat is dit voor poes? Dit is een Burmees. En ze is 5 maanden oud, dus ze is nog een kleine meid. En Burmees staan bekend om een hele aanhankelijke kat. Dus ze zijn heel knuffelig, ze willen er altijd bij zijn. Ze zijn echt knuffelkatjes en dat vind ik zo leuk aan ze. Ja. Waarom ben je nou op het idee gekomen om toch naar zo'n soort beurs of show te komen? Ja, dit is de eerste keer dat ik het doe. In principe, ik ben wel eens gewoon als bezoeker geweest, maar verder vind ik niet, had ik nooit echt het idee om te gaan. Maar haar fokkers die gingen regelmatig naar shows. En ja, ik vond het gewoon leuk om het een keer uit te proberen. Het zal waarschijnlijk ook niet veel vaker gaan gebeuren, maar nu ik 1 keer ga en iets win, is dat natuurlijk wel leuk. Wist je van tevoren dat het een prijswinnaar zou worden? Nou, ik vind haar zelf heel erg mooi, maar het is moeilijk om te zeggen. Ik heb er niet zoveel verstand van dat ik het kan zeggen. Maar ik vond haar zelf heel mooi. Maar ik had niet gedacht dat ze gelijk op de eerste show zo goed het zou doen. Ja. Is dat ook wel leuk? Dan het onderhoud, dat wil zeggen het verzorgen van katten en poezen. Is dit nou bijvoorbeeld een poes die dan extra veel aandacht nodig heeft? Wel extra veel aandacht in de zin van knuffelen. Maar niet een kat die geborsteld moet worden of die echt regelmatig gekamd of wat ook. Sommige katten die hebben wat meer onderhoud nodig dan andere, maar Burmezen, veel aandacht en veel knuffelen, veel met ze spelen en apporteren, dat vinden ze allemaal geweldig, maar niet echt veel aandacht in de zin van persoonlijke verzorging. Heb je nou van tevoren echt georiënteerd op wat voor soort poes je wilde aanschaffen? Nou, eigenlijk niet, want ik ben vanaf mijn geboorte hebben mijn ouders al Burmezen en het is gewoon een geweldige ras qua karakter en ik vind ze ook mooi om te zien en ik ben ermee opgegroeid, dus dan blijf je erbij. Kan je nou merken aan de hand van zo'n tentoonstelling dat zo'n beestje toch verslag raakt of moe wordt? Ja, het hangt heel erg van de kat af. Jess is een heel erg onverschrokken poesje dat ook met vuurwerk voor het raam gaat zitten en naar de vuurpijlen kijkt. Ja. Dus als ik had geweten dat het een bang poesje was, zou ik sowieso nooit gaan. Maar ze is niet echt van onder de indruk. Ze vindt het allemaal wel leuk. Nou, Talita, ik hou je niet langer op, want wat je zei, hij moet nou toch eventjes rusten. Bedankt en van harte nog gefeliciteerd met je prijs. Ja, bedankt. Graag gedaan. In the year of the cat. Zo, kijk eens voor Loek TV. Ik bof altijd. Ik ben dol op katten en poes. Ik mag hem ook afkondigen. Nee, het is een hele lieve. Het is een Duitse. Wij hopen dat u ervan genoten heeft. Dit was Loek TV Schiedam. Graag tot een volgende keer.